M50, de club van politieke jongerenorganisaties in ons land, heeft vanmiddag Tweede Kamerlid van GroenLinks Paul Rozemuller uitgeroepen tot politiek jongerenidool van het jaar. Hein van Nieveld maakte een portret van de man die afgelopen vrijdag nog de strijd om het politiek leiderschap van zijn partij verloor. De naam Paul Rozemuller, zegt jullie dat iets? Paul Rozemuller? Ja. Nee, dat weet ik niet. En jullie ook niet? Nee, wij ook niet. De naam Paul Rozemuller, zegt u dat wat? Nee. Als u aan politiek denkt? Nee. GroenLinks? Ja, dat weet ik wel. Maar de naam zegt me niet. Die doet iets in politiek of zo. GroenLinks, dacht ik. Ja, heel goed. Heel goed, dankjewel. Goed mijn tram. Ik zou het niet weten. Nee. Nou, nee, een volleybal wou ik zeggen. Nee. Nee. Hij lijkt op een volleyballer. Ja. Die hoort toch bij GroenLinks? Voor GroenLinks, hè? Toch? Ja. Die populariteitspol, waar u dus met 34% als populairste Tweede Kamerlid uitgekomen bent. U laat dus gerenommeerde partijen als het CDA, PvdA, VVD achter u. Als relatief kleine partij GroenLinks. Dat is toch een persoonlijk succes? Denkt u niet dat uw jeugdige leeftijd spreekt de jeugd ook aan? Dat komt toch niet omdat de ideeën van GroenLinks de jeugd aanspreken? Het is denk ik een beetje een combinatie van ook jongeren, en dat geldt ook voor anderen, kiezen toch ook op een beeld. De persoon in de politiek is natuurlijk toch de afgelopen... Gaan we Amerikaanse toestanden achterna? We moeten dat voorkomen, maar ik denk wel dat de persoon in de politiek de afgelopen jaren belangrijker is geworden. En ik denk dat we een goed evenwicht moeten zien te vinden tussen het programma, wat politici altijd het belangrijkste vinden, maar ook de manier waarop politici dat programma kunnen verdedigen, de belangrijkste punten uit dat programma kunnen overbrengen bij mensen. Doet u iets aan imagebuilding? Nee, ik denk dat de beste manier om daar iets aan te doen gewoon jezelf blijven is. En dat is nou eigenlijk de boodschap die ik van mensen in de haven toen de tijd heb meegekregen. Als je naar de politiek gaat, als je naar de Kamer gaat, dan vinden het allemaal prima, maar blijf met beide benen op de grond staan. Praat op de manier waarop je hier in die kantines tegen ons praat. Dat heb ik proberen in mijn hoofd te prenten. En wie weet dat dat nog een bijdrage is aan het succes wat mij vandaag ten deel valt. U staat bekend als de angry young man onder de politici. Toen u nog niet zo lang in de Kamer zat, u zit er nu 4 jaar in, toen ergerde u zich verschrikkelijk aan het hele politieke spel. Hè? U zei toen van alles wordt bekonkeld in de wandelgangen en de debatten die er in de Tweede Kamer plaatsvinden, eigenlijk is alles van tevoren al geregeld. We zitten in de Kamer met een beetje een raar systeem. In dit geval twee regeringspartijen schrijven aan het begin van de periode een dik boek waarin ze de afspraken neerleggen voor de komende 4 perioden. Daar wordt niet of zo min mogelijk van afgeweken. En dat betekent eigenlijk dat voor 4 jaar zo ongeveer alles vast ligt. Als er dan problemen zijn, dan gaan die coalitiepartijen dat vaak buiten de Kamer met elkaar bespreken. Dat maakt dat het voor de oppositie moeilijk werk is, maar dat is nog niet zo belangrijk. Het maakt ook dat het debat in de Kamer zelf heel veel aan levendigheid inboet. En ik denk dat dat wel zijn weerslag heeft op zeg maar de betrokkenheid, of in dit geval de niet-betrokkenheid van heel veel mensen, jongeren en ouderen, bij de politiek. Ja, want uit dat onderzoek waaruit u dan als eerste bent gekomen, als zijnde onder de jongeren de meest populaire Tweede Kamerlid, daaruit blijkt toch ook nog dat 44% niet weet van de jongeren op welke politieke partij ze moeten gaan stemmen. Dat is een hoog percentage. Ja, we moeten straks ontzettend uitkijken dat door de manier waarop we politiek bedrijven, zeker veel jongeren die toch klap na klap hebben gekregen, ook door dit kabinet, niet gaan afhaken. Het zou natuurlijk zeer teleurstellend zijn als straks de jongeren de grootste groep niet-kiezers zijn. En ik ben ontzettend bang dat op 4 mei nog wel eens het geval zou kunnen zijn. Dus ja, ik zet me toch ook in en ik spreek ook jongeren toe en zeg van, ga in ieder geval naar de stembus, verdiep je in de politiek. De politiek bemoeit zich met jou, bemoei jij dan ook met de politiek. U hebt dat in nogal forse taal gedaan, hè? Eigenlijk taal die wij niet gewend zijn van Kamerleden. Ik heb het in duidelijke taal gedaan en ik denk dat mensen daar behoefte aan hebben. Dat niet alleen jongeren, maar ook anderen behoefte hebben aan duidelijke taal. Ik denk dat heel veel mensen zich af en toe een beetje ergeren aan het Haagse jargon. En ja, waar je mee omgaat, word je besmet. Maar ik probeer me daar toch zoveel mogelijk aan te ontworstelen. U weet dat ik een poging heb gedaan om samen met Leonie Sipkes de kar te gaan trekken voor GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei. Nou, dat is niet gelukt. Was dat een grote domper toen vrijdag bekend werd dat u het niet geworden bent? Nee, het is geen grote domper. Kijk, er waren toch allerlei indicaties dat het een hele spannende race zou worden. Dan hou je rekening met het feit dat je wint, maar je houdt ook rekening met het feit dat je verliest. Het laatste is het geval. Nou, en nogmaals, dan moet je
even op dat moment dat je het hoort over die teleurstelling heen. Want laat ik eerlijk zijn, je doet mee om te winnen en niet om te verliezen. Dat geldt voor iedereen, of het nou een voetbalwedstrijd is, of het nou een hardloopwedstrijdje is, of dat het in dit geval zeg maar een race om het partijleiderschap ging. Maar ik zal nogmaals met heel veel plezier ook tegen die grote minderheid die in de partij op ons gestemd heeft zeggen van ja, laten we met elkaar campagne gaan voeren. Ik denk dat we belangrijke thema's hebben en ik zal dat heel graag doen met en ook onder leiding van Ina Brouwer en Mohammed Rabba die voor GroenLinks de kar gaan trekken.